Daar ben ik weer met mijn praatje op D-Star. Dit is PSS Echo. Het is vandaag zaterdag. De Schotse avonturier Cam Cameron is veilig thuis. U herinnert zich misschien dat hij aanvankelijk en kortstondig werd vergezeld door twee amateurradio-operators op Rockall in de Noord-Atlantische Oceaan tijdens een poging om het record van 45 dagen verblijf daar te breken. Dat was gevestigd in 2014. Zijn andere doel was om geld in te zamelen voor goed doel. Cam's uitdaging kwam eind juni na 32 dagen tot een einde nadat hij met succes was gered door kustwacht en SAR-personeel. Hij schreef op de expeditiewebsite dat hij pijn had, uitgeput was en onderkoeld. Hij heeft echter zijn andere doel bereikt en was dankbaar dat hij een aantal goede doelen heeft geholpen. In oktober 2011 was, voor zover ik weet, de vorige de expeditie op Rockall door een Belgische groep amateurs. Mike Null, Uniform Kilo India, die in juni samen met avonturier Cam Cameron Rockall verliet, heeft laten weten binnenkort opnieuw vanaf de rots QRV te zijn. Hij heeft aangekondigd morgenochtend, zondag 16 juli, opnieuw te vertrekken vanuit Oban in Schotland. De groep hoopt op dinsdag 18 juli bij de rots te arriveren, afhankelijk van het onbetrouwbare weer en de golfslag in de regio. Beide amateurs zijn dan elk 90 minuten vanaf het eiland actief. Alleen in CW en SSB, de groep roept iedereen op om, als je de rots eerder gewerkt hebt, anderen de kans te geven en niet opnieuw verbinding te maken. Rockall is een klein eilandje, ruwweg tussen Ierland, de UK en IJsland. Het eiland is 22 meter hoog en 25 meter in diameter. De rotspunt is het enige punt in het gebied dat boven de golven uitsteekt. Ondanks de hoogte wordt het bij storm regelmatig overspoeld door golven, maar het steekt lang genoeg boven de golven uit om een territorium te zijn. Sinds 1955 claimt de UK het als haar grondgebied, maar het wordt tevens geclaimd door Ierland, IJsland en door Denemarken vanwege de nabijheid van de Faroe-eilanden. Bezit van het minuscule stukje territorium is interessant vanwege de vis- en olie- en gasrechten in het enorme zeegebied eromheen. Rockall is echter vooral interessant voor avontureurs en voor zendamateurs die er hun expedities houden. De rots is notoire lastig om te bereiken en er komen is nog één ding, maar van een schip op de rots overstappen is een ronduit hachelijke exercitie. Van minder dan 20 personen is ooit bevestigd dat ze op Rockall geland zijn. De eerste was op 8 september 1811 een lid van de Royal Navy genaamd Bessel Hall. Het langst bekende ononderbroken verblijf is 45 dagen, behaald in 2014 door een solopersoon. In een debat in het Lagerhuis in 1971 zei William Ross, een Labour-parlementslid, er zijn meer mensen op de maan geland dan op Rockall. Dat klopte met 12 mensen die op de maan geweest zijn destijds, maar inmiddels zijn er 20 mensen op Rockall geland, dus het klopt nu niet meer. Ik baseer me bij het bericht op verschillende bronnen, onder andere Amateur Radio Newsline, Wikipedia, informatie van de mensen die op Rockall waren zelf en een gedeelte over de status van de rotsen wist ik zelf. Dit is PSS Echo.